Amy, in de week 's nachts, ja, heeft Peter een gesprek gehad met jou. Jij zat bij hem op het bed. En toen ging het inderdaad over Leroy, hè? Ja. En ik had zo de indruk, ook al was het donker, dat jij toch begon te stralen op een of andere manier. Ik moet wel zeggen, het is heel bizar, die man. Want nogmaals, ik heb hem maar 6 dagen gezien. Maar dat lijkt dat je 30 dagen bij elkaar zit. Plus, dat is misschien ook niet zo getoond, maar wij waren echt wel 24 op 24 samen. Want hij sliep naast mij, wij douchten samen, hij zat naast mij aan tafel. Wij sportten samen, wij kletsten over de middag samen. Maar het feit dat ik mij zo hard aan hem heb, of we zo hard aan elkaar zijn beginnen klampen, zeg maar, is ook gewoon omdat hij de enige was, naar mijn gevoel, die een keer niet over gevoelens wil praten en die gewoon zoiets had van, zij is gewoon echt een leuke meid. Ik kan echt lachen met haar. En wij hebben eigenlijk, als ik alle gesprekken zou terugkijken, misschien 2 keer over het spel gepraat en voor de rest was het gewoon over de buitenwereld, over zijn sporten, over zijn lijf, over eten, over mopjes. En dat was gewoon fijn om zo iemand te hebben. Omdat, ik blijf dat zeggen, hè, volgens mij, dat was een huis met 12 of 11 psychologen, naar mijn gevoel. Die alleen maar de vinger wezen naar mij van, Amy, had beter dat gedaan. Of had het beter zo gedaan. Of beter zo. Terwijl, denk ik samen met Noël misschien dan een van de enigen waren die met de hand op de borst konden zeggen van, oké, dit heb ik nu een keer fout gedaan. Maar heb je er al een keer bij stilgestaan dat dat ook misschien kan komen door de acties die jij hebt gedaan? En dat heeft nooit niemand gedaan. Niemand keek een keer naar zichzelf. Het was altijd van, Amy is giftig, Amy heeft gestookt. Maar zo een keer niet van, oei, geloof ik nu misschien een verhaal dat niet waar is. En daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Dat niemand zo een keer zelfreflectie deed, maar gewoon bleef wijzen en beschuldigen dat ik het probleem was. Terwijl naar mijn gevoel het geven en nemen is. En als ik niks meer krijg, ik ook gewoon stop met geven. En daardoor dat ik gewoon ook zo goed met Leroy overeenkwam. En dat ik zoiets had van, ja, dat is gewoon fijn dat hij er is. Ja, hij mist die persoon natuurlijk wel al, hè. En dan, ja, natuurlijk vroeg hij of dat ik met hem een carpaccio ging gaan eten na het programma. Terwijl ik hem al 7000 keer had gezegd dat ik vegetarisch was. En hij altijd mijn vis en mijn vlees opat. Dus ja, maar het ging om de gesten en we gaan dat zeker wel doen als hij uit het huis komt. Dus. En hij wou misschien ook een dubbele portie vlees tijdens jullie afspraakje. Kan wel. Ja, want die eet echt gigantisch veel, die man.